De Ronde van Frankrijk start op 2 juli voor de Normandische kust aan de Mont Saint-Michel. In deze tour krijgen de renners heel wat klimwerk voor de boeg. Achtereenvolgens het Centraal Massief, de Pyreneeën, de Jura en de Alpen. Laat ons eens een overzicht maken wat de renners grosso modo in deze tour op het menu krijgen. Wel, de eerste rit start uit de Mont Saint-Michel en de renners rijden over een voetgangersloopbrug van 760 meter naar het vasteland. De eerste rit komt aan op de Utah Beach. Veel kans dat de spurters er al aan hun trekken komen. De tweede etappe is een voor de punchers, aangezien de rit finisht op een klimmetje met steilste stroken van 14%. Vanaf de derde etappe zijn er drie lange ritten van meer dan 200 kilometer. Het zijn de langste ritten van de Tour. Etappen naar Angers en de rit naar Limoges zien er aantrekkelijk uit voor de rappe mannen. Al finisht de derde rit op een vals plat en eindigt de euvelachtige finale van de vierde rit op een kort klimmetje, een duel tussen Van Avermaat en Sagan. De dag nadien gaat de vijfde rit over drie toppen naar het skiresort Le Lioran in het Centraal Massief. Vervolgens kan het in de zesde etappe alle kanten op. Worden het de sprinters of de vluchters die de buit verdelen in Montauban? Al binnen de eerste week krijgen de klimmers hun kansen als de Pyreneeën opduiken. De zevende etappe gaat over de Col d'Aspin en eindigt in een afdaling. In de achtste rit zit de befaamde Col du Tourmalet en de Col de Périssourde met aankomst op Plat de Béret. De negende rit gaat over drie toppen naar Arcalis, een skidorp op 1940 meter hoogte in Andorra. De dag nadien is daar de eerste rustdag. De tiende etappe rijden de renners van Andorra naar Revel, waar, weet je nog, Erik Dekker in 2000 zo succesvol was. De elfde etappe naar Montpellier is terug voor de sprinters. Op de 14 juillet, de 12e rit, is het strijden tegen de wind op de befaamde Mont Ventoux. Meer dan 20 kilometer klimmen naar de top. De 13e rit is een zeer verraderlijke individuele tijdrit over 37,5 kilometer. Met een 3,5 kilometer lang klimmetje op het einde. De 14e rit naar Villard des Dombes laat misschien de vluchters overleven. Vanaf de 15e etappe staan er meerdere klimmetjes op het menu. Een rit van 160 kilometer, waarvan er 60 kilometer moet geklommen worden, met tweemaal de Grand Colombier. Rit 16 rijdt het peloton grotendeels door de Jura. Misschien ideaal voor vluchters of sprinters die kunnen overleven. Na de rustdag in de Zwitserse hoofdstad Bern en terug naar Frankrijk moeten er drie Alpencols veroverd worden alvoor ze aankomen bij het Lac des Maussons. Na een 10,7 kilometer lange slotklim tegen 8,5%. Op donderdag 21 juli, de Belgische Nationale Feestdag, moeten de renners nog een klimtijd verwerken van 17 kilometer, van Sallanches naar Mezijve. Die zal doorwegen in de laatste toerweek. Rit 19 gaat over vier toppen naar de flanken van de Mont Blanc, Saint-Gervais. De 20e en laatste bergetappe gaat naar Morzine. Deze etappe biedt een uitdagend parcours met een stel zware beklimmingen, zoals de Col de la Colombière en de Jouplan, met de zeer technische en gevaarlijke afdaling naar de toeristische trekpleister Morzine. Na de transfer van Morzine naar de streek rond Parijs is er op zondag de slotrit van Chantilly naar de Champs-Élysées, waar, weet je nog,
Walter Godefroot in 1975 de eerste keer aankomst op de Champs de etappe won.